Goedendag en welkom in Theater Stilburg. Onze gast is groot, maar zijn gevoel voor rechtvaardigheid is nog veel groter. Hij heeft overal een mening over en er is niemand die geen mening heeft over onze gast. Vanmiddag gaan wij in gesprek met Peter R. de Vries. Peter, welkom. Fijn dat je er bent. Goedendag, studenten vanmiddag. Ga lekker zitten. Volle bak. Ja, hè? Hoe gaat het met je? Heel goed. Ja? Ik zei even in de opening dat je overal een mening over hebt. Ik geloof ook dat je zelf denkt dat je zo bekend staat. Je schuift vaak aan in televisieprogramma's. Zijn er dingen waar je geen mening over hebt? Of is er een vraag die je vanmiddag liever niet gesteld krijgt? Ze mogen alles vragen. Maar het wil niet zeggen dat ik over alles een mening heb. Sterker nog, ik heb maar over een beperkt aantal onderwerpen een mening. Ja. Die mening wordt wel veel gevraagd, maar het is niet zo dat ik overal verstand van heb. Oké, we gaan het opzoeken vanmiddag. De eerste vraag in het Denkgrote Debat is eigenlijk altijd: wie heeft jou ooit groter laten denken? Wie mij ooit groter heeft laten denken? Ja, ik denk dat dat toch mijn vader is geweest. Die leeft niet meer. Maar die heeft mij al vrij jong bijgebracht eigenlijk dat als ik iets wilde in het leven, als ik iets wilde bereiken, dat ik ervoor moest werken, dat ik mijn mouwen op moest stropen en dat het dan echt wel zou lukken. En dat heeft hij al heel jong eigenlijk tegen mij verteld. Zo zijn we opgevoed. Ik heb je boekje De R van Rebel gelezen, jouw jeugdrelaas. Daar leken jouw ouders toch niet je grootste steun. Je bent vierde in een gezin van zes. Maar bijvoorbeeld jouw favoriete sport, voetbal, daar zijn ze maar één keer naar wezen kijken. Ja, dat klopt. Het was een andere tijd natuurlijk. En ik moet er ook wel bij zeggen, dat boekje heette De R van Rebel. Ik was in mijn jeugd heel rebels, een rebel. Tegen mijn ouders, tegen de school, maar ook tegen de kerk. Ik kom uit een christelijk gezin, ben christelijk opgevoed. En ik wist eigenlijk ook al heel jong dat ik daar niets van moest hebben. Dat dat niks voor mij was. Hoe wist je dat? Nou, dat was een gevoel. Ik was toen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook al een soort van factfinder, die ik later natuurlijk als journalist ben geworden. En toen mijn ouders zeiden dat ik naar de kerk moest, toen vroeg ik waarom. Nou ja, dat was dan voor God en voor Jezus. En dan vroeg ik, ja, waar is God dan? Ja, in de hemel. Ja, en waar is de hemel dan? Ja, dat wisten ze niet. Ja, en toen had ik al zoiets, dan kan ik er niet in geloven ook. Dus het moest feitelijk zijn, het moest controleerbaar zijn. Ja, heel jong al, ja. Goed, studenten. Wie van jullie? Peter. Naast mijn studie ben ik actief bij de politie als surveillant in uniformdienst. En daarmee hou ik me vooral bezig met de handhaving. En op tv ben je vrij kritisch naar de politie. Met name met slogans als slachtoffer ben je de pineut bij de politie. En dan vraag ik me af, schaadt je daar het imago van de politie niet te veel mee? En daarmee het vertrouwen van de burger in de politie? Nee, ik begrijp je vraag, maar ik ben het niet met je eens. Ik denk dat mensen zoals ik nodig zijn om politie en justitie juist scherp te houden. Ik volg het doen en laten van politie en openbaar ministerie al ruim 35 jaar nu. En ik zie dat het gewoon niet goed gaat. Ik zie dat er heel veel misgaat. Ik zie dat er heel veel slachtoffers in de kou staan die vaak geen aangifte kunnen doen. En als ze aangifte hebben gedaan, er bijna niets mee gebeurt. Ik krijg dagelijks tientallen mailtjes van mensen die dat overkomt. En mijn ervaring is eigenlijk dat de politie een tamelijk in zichzelf gekeerde organisatie is, die het zicht is kwijtgeraakt op waar ze eigenlijk voor zijn. De politie is er voor de burger en de burger is er niet voor de politie. Maar de politie gedraagt zich vaak wel zo. En dan is het van belang dat mensen hardop zeggen dat het op dit moment gewoon niet goed gaat. Dat de politie tekortschiet en dat heel veel mensen in de kou staan. Okay, mag ik heel eventjes, want jij bent gaan staan. Hoe heet je? Ik heet Merel en ik wil daar wel graag eventjes op aanhaken. Bij mijn zusje is er heel erg sprake geweest van cyberpesten. En nou, in het gezin dan overlegd, wat doen we daarmee? En mijn moeder zei meteen van, nou, we moeten hiermee naar de politie. Eerste reactie die ik toen aan mijn moeder gaf was, ja, waarom zou je dat doen?
Ik kijk heel graag naar uw programma's, dus ik zie inderdaad ook hoe laks de politie daarin kan zijn. Maar ik denk mede daardoor, zei ik meteen tegen mijn moeder van, je hoeft niet te gaan, die politie die doet daar niks aan. Nou, dat klopt. Dat is de praktijk. Maar dit verschijnsel, Peter, is dat niet een ongewenst bijverschijnsel van de mening die je daarover hebt en het geluid wat je daar laat horen? Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen het vertrouwen opbouwen of in ieder geval zich bij de politie melden en daar dit soort zaken blijven melden. Of... Ja, nou, in principe is dat natuurlijk zo. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als mensen aangifte willen doen, je moet eerst een afspraak maken eer je terecht kan. Vervolgens, als je dan terecht kan, duurt het opnemen van die aangifte vaak behoorlijk lang. In een groot gedeelte van de gevallen worden daar ook nog de verkeerde vragen bij gesteld. En uiteindelijk hoor je er niks meer van. Ja, dat mensen dan uiteindelijk een soort kosten-baten-analyse maken van heeft dat allemaal wel zin, die snap ik wel. Ja, dus ik zeg niet, je moet geen aangifte doen. Integendeel, doe wel aangifte. Maar in feite is het zo dat de politie zelf een ontmoedigingsbeleid op dat gebied voert. En daar moet wat aan veranderen. En daar vecht ik ook voor in mijn programma's. Okay. Peter, je bent al zo'n 35 jaar actief in de misdaadjournalistiek. We hebben even een klein overzichtje gemaakt. Oh, okay. Ik was zelf ongelooflijk nieuwsgierig hoe ze dit allemaal hadden voorbereid en uitgevoerd. Zo geraffineerd, zo gedurfd, zo ingenieus. Daar wilde ik alles van weten en ik moest dat boek gewoon schrijven. Die wordt hier wijd van niet langer. Ja, we zijn van die. Die meid die is bij Klaas in zijn leven gekomen toen hij op een Elchegel was uit te wonen. En op dat moment kreeg ik een plant wijn in mijn ogen. Ja, er zit alcohol in, dus dat bijt. Ja. En dus hebben we gewoon aangenomen naar die boot. Getild. Ja, met z'n tweetjes even snel. En hij niemand heeft je gezien toen ook. Want het is toch bij de merrie die bootjes daar? Ja, maar er is niemand. Op, niemand let op je s'avonds daar. International Emmy goes to Peter R. de Vries. Vanaf het eerste seizoen in 1995 hebben wij uitgebreid aandacht aan de Puttense moordzaak besteed. Tot vandaag maar liefst 43 keer. Maar ik stond altijd op het standpunt dat het geen minuut te veel was. Als je wist dat er twee mannen onschuldig in de gevangenis zaten. Het is een meisje van 21, hè? Ja. Waar we het over hebben, die hier enorm gebukt onder gaat. Nee, degene die dit heeft gedaan, die heeft niet beseft hoeveel... pijn je doet en hoeveel nasleep dat nog heeft. Tot de volgende keer. Dan reken ik weer op u, zoals u altijd op mij kunt rekenen. Tot dan. Zit er wel van te genieten, toch? Leuk. Waar ben je het meest trots op? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik houd er eigenlijk niet zo van om te wedijveren in zaken. Want dan ga je ook een beetje wedijveren soms in leed en verdriet. En mijn ervaring is nu juist dat elke zaak even erg is. Het maakt mij niet uit of het slachtoffer van een moord een prostituee of een professor of een politicus of een politieagent is. Dat is allemaal even erg. Maar als je me nu dwingt om iets te noemen, ja, dan zeg ik wel van nou ja, dan ben ik trots op die Puttense moordzaak. He, dat is iets. We hebben daarmee in feite de eerste gerechtelijke dwaling in Nederland aangetoond. En dat was een hele moeizame, lange strijd. Heeft 7 jaar geduurd. 44 uitzendingen in totaal aan besteed. Tegen de stroom in, want de politie en het Openbaar Ministerie wilden aanvankelijk natuurlijk niet erkennen, niet geloven dat men ernaast zat. En daarom heeft het ook zo lang geduurd. Nadien zijn er meerdere gerechtelijke dwalingen aan het licht gekomen. Nou, dat is toen allemaal sneller gegaan, omdat men aan het idee ging wennen van ja, we kunnen er wel eens naast zitten. We kunnen hem eerder geloven. Maar ja, goed, dus die Puttense moordzaak, dat is wel... Nou krijg je verschrikkelijk veel mails, ja, veel zaken aangeboden. Op grond waarvan selecteer je nou? Wat pak je wel en wat pak je niet? Ja, ik krijg op dit moment via mijn website zo elke dag tussen de 50 en 150 hulpverzoeken van mensen die iets willen of soms een tip hebben. En
Ik lees alles zelf. Alles wat er binnenkomt lees ik zelf, absoluut. En ja, ik kijk heel erg of er nog iets kan gebeuren. He, er zijn ook wel eens mensen die mij zaken mailen, nou ja, waar de Hoge Raad zijn licht al over heeft laten schijnen en ja, waarin eigenlijk alles is uitgewisseld al. Nou ja, dan denk ik wel van, daar kan ik niet zoveel meer aan toevoegen. Ik kijk altijd, zoals ik dat noem, of de deur nog op een kiertje staat ergens. En dat is interessant om dan die deur verder open te maken. Meer dan 50 verzoeken per dag. Slaap jij ooit? Nou, dat moet ik wel goed op letten, ja. Ja, toch? Ja. Studenten, aan jullie. Laatst was u op tv bij Jinek. Omdat u heel erg Patricia Pai verdedigde met haar privacy, want u was er echt zwaar op tegen dat de beelden zo verspreid waren. In 2009 was u ook op tv bij RTL Boulevard. En toen was met Jolante Cabau en Wesley Snijder. Hun beelden waren ook verspreid via in een parkeergarage. Daar waren ze ook helemaal niet blij mee. En RTL Boulevard heeft ze notabene zelf verspreid. Toen vond u de beelden heel grappig en u zei zelfs, ja, voetballers, maar die scoren zelfs naast het veld. Vindt u deze uitspraken zelf niet een beetje tegen elkaar, tegenstrijdig? Vindt u zelf nog geloofwaardig? Ja, ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat ik dat gezegd heb, maar je zal het ongetwijfeld even hebben nagekeken. Ik ben er eigenlijk op tegen dat RTL Boulevard dat heeft uitgezonden. Ik zit daar aan tafel. Ik zeg dit niet als een excuus, want ik was erbij hoor. Maar ik vind dat je dit soort beelden niet moet uitzenden. En als ik daar inderdaad destijds zo'n opmerking over heb gemaakt, is die misplaatst. En vind ik dat ik dat met terugwerkende kracht niet goed heb gedaan. Oké, nou bij deze dan. En is dat het risico? Hoe heet je? Sorry? Hoe heet je? Esmee. Oké, Esmee. Het is geen familie hoor. Maar is dat niet het risico van aan zoveel tafels aanschuiven en dus ook een beetje betrokken raken bij, want die grap die is natuurlijk gemaakt voordat je er erg in hebt. Ja, tuurlijk. Kijk, het is live televisie en bij Boulevard werkt het ook eigenlijk zo. Ik word uitgenodigd voor een specifiek onderwerp wat op mijn terrein ligt, misdaad. En wat er in de rest van de show voorbij komt, is voor mij net zo nieuw als voor de kijker thuis. Dat weet ik ook niet. Dus dan moet je improviseren, soms ook impulsief reageren. Dus dat brengt het programma met zich mee. Maar daarom vind ik het ook juist wel leuk om het te doen. We hebben iemand gesproken die kent je al van het begin van je carrière. En hij zegt het volgende over je. Ik ken Peter al sinds 1983. Toen was de ontvoering van de grote biermagnaat Heineken met zijn chauffeur Doderer. En Peter werkte toen bij de Telegraaf. En ik was woordvoerder van de Amsterdamse politie. En ook woordvoerder van het team dat het onderzoek deed naar de Heineken-ontvoering. Peter was in die periode echt een journalist die iets verder ging dan de meeste journalisten. Om een voorbeeld te noemen, hij zocht rustig ook in vuilniszakken en vuilnisbakken om te kijken of hij wat extra nieuws kon krijgen. Heeft hij ook bij die ontvoeringszaak gedaan. En uiteindelijk heeft hij daar ook het team mee geconfronteerd met de informatie uitgevonden. En dat speet het de voet uit dat hij vervolgens heeft gezegd van ik maak een afspraak met jullie, want ik wil het onderzoek niet in gevaar brengen. Kijk, wat Peter natuurlijk wel had, en dat zag je vooral na de ontvoering van Heineken en Holleder en zijn maatje. Ja, daar raakt hij, althans, zo leek het voor de buitenwereld, toch wat bevriend mee. Hij heeft natuurlijk ook een boek geschreven en ik kan me best voorstellen als je zo'n boek schrijft dat je dan die jongens nodig hebt. Wat ik niet heb begrepen is dat zijn banden, althans zo leek het dan, toch heel erg vriendschappelijk waren. Tot en met, zeg maar op de begrafenis van een van die figuren, dat hij daar ook nog heeft gesproken. Maar ik denk dat je best binnen de criminele wereld kunt proberen te penetreren, want je hebt toch je informatie nodig, maar dat er toch een bepaalde afstand moet blijven. Nou, dat vond ik in die zaak niet helemaal, maar hij heeft natuurlijk wel geweldige boeken geschreven. Hij heeft wel geweldige boeken geschreven, maar hij vindt je professionele distantie niet voldoende. Hij spreekt hier over Cor van Hout, ja, waar jij bevriend mee bent geraakt. Ja. Kan dat eigenlijk wel in jouw werk? Nee, dat kan niet. Maar het gebeurt wel.
Het gebeurt wel. Kijk, vriendschap is, zo heb ik ontdekt, net zoiets als verliefdheid. Dat overkomt je op een bepaalde manier. En daar kan je niet altijd tegen verzetten. En ik snap heel goed dat mensen de vriendschap met Cor van Hout ongerijmd vinden. Want dat vond ik zelf ook wel. En Cor van Hout vond het ook weer heel ongerijmd om met een journalist bevriend te zijn. Wat was zijn argument daarvoor? Nou, in de onderwereld was het natuurlijk not done om met journalisten te praten. Dat was gevaarlijk. En ik heb in eerste instantie achter die ontvoerders aangejaagd voor de Telegraaf. En heel fanatiek ook. En ik was heel nieuwsgierig toen de zaak tot zijn ontknoping kwam. Ja, hoe dat nou allemaal had kunnen plaatsvinden. En hoe ze dit bedacht hadden, waarom, et cetera. En ik ben toen, nadat ik eerst lang de kant van de politie had belicht in de krant en daar ook zelfs een boekje over had geschreven wat louter de visie van de politie belichtte, ben ik contact gaan opnemen met Cor van Hout, die toen vast zat. Die heb ik brieven geschreven, die heeft daarop gereageerd. En uiteindelijk heeft hij samen met mij dat boek geschreven over de ontvoering, wat nog steeds het best verkochte misdaadboek van Nederland is. Nou, om dat boek te kunnen schrijven, met alle achtergronden erop en eraan, moet je je natuurlijk verdiepen in de persoon van de dader. Als je daar niet toe bereid bent, wordt zo'n boek niks. En als je de hele tijd, als je zo'n man interviewt, alleen maar zegt van, nou jongen, wat was jij een vuile schoft, zeg, dat je dat hebt gedaan. Nou, dan komt er natuurlijk ook niks. Hè. Dus ik heb me moeten openstellen voor het verhaal van de dader, omdat ik dat graag wilde maken. En in de jaren daarna heb ik steeds meer gezien dat die Cor van Hout, ondanks het feit dat hij een boef was, want daar kunnen we kort over zijn, dat heb ik ook zelf altijd geschreven en tegen hem gezegd, dat ondanks het feit dat hij een boef was, dat hij ook kwaliteiten had die mij charmeerden en waarvan ik dacht, ja, tussen ons is een vorm van chemie. Toevallig waren we even oud. We kwamen allebei uit Amsterdam. We waren allebei Ajax-supporter. En dus we hadden allemaal... Waar is het bij hem net verkeerd en bij jou net goed gegaan, als je het zo... Ja. Wat is dat? Wat is dat? Nou ja, dat vond ik ook het fascinerende. Dat ik dacht van, waarom is deze jongen die hemelsbreed 8 kilometer verderop is geboren, waarom is hij een ontvoerder geworden en ik een journalist? Dat vond ik een hele intrigerende vraag. En het antwoord? Nou, misschien kan ik dat het beste vertellen aan de hand van een voorbeeld. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. Ik woonde in een keurig gezin, keurige straat. Ik haalde wel kattenkwaad uit. En zo nu en dan leidde dat ertoe dat de politie bij mij aan de deur kwam, bij mijn ouders thuis. En ik weet me nog heel goed te herinneren dat het allereerste wat mijn ouders altijd zeiden als de politie aan de deur was geweest, waren ze boos. En dan zeiden ze, wat moeten de buren hier wel niet van denken? He, daar maakten ze zich zorgen over. Dat kon niet in een goede buurt. Nou, toen ik met Cor van Hout in contact kwam en met hem sprak, en hadden we het over dat soort situaties. En hij woonde in de Staatsliedenbuurt. Dat was een buurt waar mensen geen naambordjes op de deur hadden staan, want dat maakte het de deurwaarders veel moeilijker. Die konden dan moeilijker vinden waar ze moesten zijn. En Cor van Hout was natuurlijk ook een jongen die op zijn 14e, 15e kattenkwaad uithaalde. En er kwam ook politie aan de deur. Maar bij hem ging het dan anders. Als de politie weg was, dan kwamen de buren naar hun toe. En wat zeiden die? Wat moesten die klerenleiers hier? Snap je het verschil? Dat is de omgeving. Snap je het verschil? En dat heeft ervoor gezorgd dat hij een andere kant is opgegaan in zijn kringen waren de politiemensen klerenleiers. Ja. En in mijn opvoeding vertegenwoordigde de politie het gezag. Mooi. Waar je... Ja. Mooi beeld. Even nog één ding, neem ons even mee. Jij zit dus thuis met je vrouw en je zegt ik ga naar mijn werk en dan ga jij dus vuilniszakken uitpluizen. Waar staan die vuilniszakken dan en hoe ga je die uitpluizen? Nou, kijk, het was 1983, de ontvoering van Heineken. Dat was wereldnieuws. En ik was een jonge, ambitieuze verslaggever. Ik was 27 jaar.
En ik deed dat werk voor de Telegraaf. En ja, was natuurlijk, die ontvoering duurde wekenlang. En je wilde weten wat gebeurt er. De politie die gaf geen openheid van zaken, hè, in het belang van het onderzoek. En nou ja, op het moment dat je natuurlijk weinig nieuws hebt en er is ook niet veel te doen, word je creatief. Ja. En toen heb ik gezegd van nou jongens, weet je wat, laten we die vuilniszakken die daar voor de deur staan op een of andere manier, zagen we dat, laten we die eens meenemen. Misschien zit daar wel iets in wat er ergens op wijst. En dat was in feite een fantastische vondst, want toen we die vuilniszakken openmaakten, bleek dat daar alle kladpapieren van de onderhandelaar in zaten. En daar stonden dus de losgeldbedragen op en een soort van geprepareerde tekst die ze moesten zeggen aan de ontvoerders en kennelijk ja, goed wilden overbrengen. Dus die hadden ze opgeschreven en daar stonden teksten van ja, we hebben meer tijd nodig om 25 miljoen bij elkaar te halen en noem maar op. Hè. Dus in feite wisten wij alles wat er aan de hand was. Maar goed, zoals Klaas Wilting al zei, realiseerde ik me wel dat je dat natuurlijk niet kon publiceren. Ik ben toen naar de politie toegestapt, heb ze daarmee geconfronteerd. En dat uiteindelijk pas na de ontvoering gepubliceerd. En het heeft er wel toe geleid dat als er nadien nog een ontvoering ergens was, geef je allemaal zakken, dat het allereerste wat er naar binnen werd gebracht was een papierversnipperaar. Ja, dus, mooi. Student, aan jullie. Astrid Holleder heeft nou het boek Judas geschreven. Dat gaat ook over Willem Holleder. En ik heb begrepen dat u ook op de liquidatielijst staat van Holleder. En ik vraag me af ja, hoe dat voor u voelt, aangezien ook uw vriend Cor van Hout is geliquideerd door Holleder. Ja, hoe voelt dat als je hoort dat je op zo'n lijst staat? Dat is natuurlijk niet iets wat fijn nieuws is. Ik krijg liever bloemen dan bedreigingen, zeg ik altijd. Dat is naar, maar als misdaadverslaggever is dat wel iets waar je moet tegen kunnen. Je moet een bepaalde mate van onverschrokkenheid hebben. En als je daar niet tegen kan, dan moet je niet misdaadverslaggever worden, maar moet je bij de libellen gaan werken. Ja, want Astrid Holleder die heeft haar hele beveiliging aangepast. Ze heeft geen vaste patronen meer om de kans op liquidatie te verkleinen. Maar u bent hier en dat is bekend. Dus dat is een soort van vast patroon. Bent u dan, neemt u dan extra veiligheidsmaatregelen of bent u dan bang voor eventuele liquidatie? Mijn adagium is toch altijd wel, de mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. En je kan het jezelf dus heel erg moeilijk maken als je nou ja, heel veel vreest. Dan ga je iedere dag met een omweg naar huis rijden. Dan ga je misschien tijgerend door het Rozenperk naar je voordeur toe, zodat niemand ziet dat je thuis komt. En nou ja, dat wil ik niet. Dus je moet zoveel mogelijk normaal blijven doen. Oké. Dankjewel. Peter, wij hebben gesproken met Kees van der Spek. Nou, zou het kunnen zijn dat niet alle studenten Kees kennen, dus zou je even zeggen met wie we dan te maken hebben? Kees van der Spek is bijna 17 jaar lang mijn rechterhand geweest. Met hem heb ik alle grote zaken en affaires gedaan. Mabelgate, noem maar op, Natalie Holloway. En nou ja, dat ging altijd fantastisch. En die Kees, die hebben wij gesproken en ja, die zegt dit. Peter is een principiële man. Hij is een man die heel erg van de feiten is. Hij is lief. Hij heeft een heel klein hartje. Heeft hij humor? Ja, Peter heeft ook humor. Ik herinner me nog dat hij een keer woedend is geweest toen we een aansluiting misten van de Canarische eilanden naar Nederland via Madrid. En dat was met Iberia. En de eerste vlucht had vertraging, waardoor de tweede net niet gehaald werd. Of bijna wel. En we renden naar de gate om die aansluiting te halen. En echt voor onze snuffert ging die dicht. En dan staat er gewoon zo'n muts en die zegt, joh, regeltjes en regeltjes. U bent 1 minuut te laat, dus zoek maar een hotel. En je kunt hem niet kwaaier krijgen dan dat je verontschuldigt en je verschuilt achter regeltjes. Kijk, ik zwem beter, maar hij durft meer met zwemmen.
Ik weet nog zo goed dat wij op het strand stonden op Isla Margarita, Venezuela, met de cameraman. En 's ochtends vroeg ging Peter altijd even sporten, maar hij ging die dag zwemmen. Dus hij zwemt daar die Caribische Zee in, gewoon recht. Schoolslag, hè, dit. Doet hij zo. Zie je zo dat hoofdje van hem omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En hij werd kleiner en kleiner en we zagen hem niet meer. Wij dachten echt, wie gaat de presentatie nu doen? Hij was er gewoon niet meer. Hij is gewoon een uur weg geweest. Terwijl het daar gewoon je stromingen, haaien, weet ik van wat allemaal niet hebt. Maar dat doet hij dan gewoon, dan gaat hij gewoon even een stukje zwemmen. Gaat hij gewoon even een stukje zwemmen? Ja. Is het nou onverschrokkenheid of is het onverschilligheid? Heb je nou zoiets van, nou, dat moet toch een knappe haai zijn die hier Peter R. de Vries op komt eten? Of denk je van, nou, dat gebeurt niet elke dag, waarom zou het mij nou gebeuren? Nou, het punt is, ik ben duiker. Ik ben dive master. En dat weten die haaien allemaal, of? Nou, nee, maar ik heb over de hele wereld gedoken. In Australië, Indonesië, de Galapagos-eilanden, noem maar op. En ik heb inderdaad een voorliefde om met haaien te duiken. Ja. En ik heb dat ook gedaan met witte haaien, bull sharks, noem ze allemaal maar op. En ik ben dus ook absoluut geen seconde bang voor haaien. Haaien eten in principe geen mensen. Het is dus geen onverschilligheid, het is dus de kennis. Ja. Je weet gewoon dat het geen kwaad kan. Ja. Nou heb je natuurlijk altijd het risico dat er een soort van TBS-haai tussen zit. Maar ja. Ja. Ja, dan gebeurt het. Ja. Studenten. We zitten natuurlijk in het criminele circuit en daarvoor moeten we natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn. En je krijgt natuurlijk veel negativiteit over u heen, ook net met de vorige vragen, met de bedreigingen en zo. Hoe gaat u daarmee om? Ja, hoe ga je daarmee om? Nou ja, het is een kwestie van je koers houden eigenlijk. Je niet laten afleiden door dat soort dingen die vaak ook geuit worden door mensen die weinig verstand van zaken hebben. Niet helemaal weten waar soms de dossiers over gaan of waarom je iets doet. En op het moment dat je je daar heel erg druk over gaat maken, dan gaat het bezit van je nemen. Ik kijk niet op Twitter wat er over mij wordt geschreven. Daar word je niet vrolijk van over het algemeen als je dat wel doet. Dus ik negeer dat. En verder, ik probeer fit en gezond te blijven. En mentaal in evenwicht, dat is heel belangrijk. Als misdaadverslaggever komt er veel op je af. Je maakt ook heel veel verdriet en leed mee. Hè. Ik heb natuurlijk ontelbaar vaak bij mensen thuis op de bank gezeten van wie een kind was verdwenen, vermoord, verkracht. En die helemaal wanhopig waren. En op het moment dat je dat natuurlijk heel vaak meemaakt, ja, dat doet echt wel iets met je. En dan is het van belang dat je wel zelf in evenwicht blijft. Dus op die manier probeer ik dat door selectief te zijn in wat ik tot me neem. En gezond te leven. Het is een akelig actueel onderwerp, internetpesten. Jij bent er al langer mee bezig. We gaan even naar een paar zaken kijken. Ja. Justitie wil dat Aydin C. uit Tilburg 10 jaar en 8 maanden de cel in gaat. Aydin C. werd wereldnieuws als verdachte in de zaak van Amanda Todd. Dat Canadese meisje pleegde zelfmoord nadat ze jarenlang was afgeperst met een naaktfoto van haarzelf. Een seksvideo waarin de 21-jarige Chantal orale seks heeft met haar vriend. Slechts 1 minuut stond hij op Facebook, maar lang genoeg om gekopieerd te worden en te blijven roleren op het net. Sinds de plaatsing op Facebook is haar leven een hel geworden, zei ze 2 weken geleden bij de rechtbank. 7 weken geleden komen de zussen van Taroxan achter de pesterijen. Dan doet hun 15-jarige broertje een eerste zelfmoordpoging. Hij vertelt dat hij gepest wordt en dat hij zich alleen voelt. Al een week lang is ze ongewenst het gesprek van de dag nadat bekend werd dat ze gechanteerd zou worden met de openbaarmaking van een sekstape. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk, want ik heb natuurlijk een dochter. Ik heb een vader en moeder nog. Een man. Ja, en pas een hele lieve man. Ja. Ja, die zit daar ook niet op te wachten natuurlijk. En ik denk ook, ik kan beter maar gewoon hier gaan zitten. Het is zoals het is. En
Zodat mensen weten wat je daar, wat je teweeg brengt. Peter, nou weet iedereen of kan een inschatting maken hoe verschrikkelijk het is. Je wilt er niet mee te maken hebben. Dat je op moet letten. Waar strijd jij precies tegen? Als het om cybercrime gaat? Ja. Nou, dan is mijn strijd dat ik vind dat de slachtoffers beter gehoord moeten worden. Maar ik vind ook dat de rechtspositie van de internetgebruiker, en dan met name van het slachtoffer, dat die verbeterd moet worden. Op het moment dat iemand mijn foto, mijn naam of mijn identiteit op internet zet, op bijvoorbeeld een sekssite, hè, dat is iets wat aan de orde van de dag is, dan vind ik dat ik het recht moet hebben om te weten wie dat heeft gedaan. En als je nu als slachtoffer van cybercrime bij de grote instituties aan de bel trekt, Facebook, Google, noem ze allemaal maar op, nou ja, dan sta je gewoon voor een gesloten deur. Het is overigens zo dat er best wel jurisprudentie is die op de hand van de slachtoffers is, maar de grote bedrijven negeren die jurisprudentie eigenlijk. En dat leidt ertoe dat als je als slachtoffer niet met een advocaat op de proppen komt, die natuurlijk geld kost, als je niet een procedure begint die nog veel meer geld kost, dat je gewoon vaak je recht niet kan halen. En dat vind ik onverteerbaar. Helder. Studenten. Ja. Meneer de Vries, goedemiddag. Ik ben eigenlijk nieuwsgierig. Er is een tijd geleden ooit van u een flirt geweest om de politiek in te gaan. En ik vind u een mens met een goed moreel kompas. Iets waar we op dit moment denk ik in dit land behoefte aan hebben. Daarnaast denk ik dat u een kennis heeft van het grootste probleemdossier denk ik op dit moment in de regering, veiligheid en justitie. Een goed idee heeft hoe dat zou moeten. Wat is er voor nodig om Peter R. de Vries de politiek in te krijgen? Nou, dat gaat je niet meer lukken. Dat is een, ik ben er bang voor. Dat is een gepasseerd station. Ik heb dat inderdaad 12 jaar geleden geprobeerd. Ook omdat ik niet als stuurman aan de wal wilde staan. Hè, om en roepen van het gaat niet goed. Maar er ook bereid was om er echt wat voor te doen. Even Klaas Wilting heeft daar trouwens ook iets over gezegd. En dat was dit. Ik werd door Jan Nagel benaderd voor een politieke partij. En dan zit je van, oké, de zaken moeten veranderd worden, dus, maar wie hebben we dan nodig als lijsttrekker? Zijn we op Peter terechtgekomen en wij wisten al dat Peter in elk geval wel aspiraties had om eventueel de politiek in te gaan. Nou, we hebben met Peter gesproken en Peter werd de lijsttrekker van onze partij. Vervolgens ga je natuurlijk met Peter afspraken maken. En bij Peter was het gewoon een x-aantal procent van de Nederlanders moet mij naar Den Haag willen. Nou, wij zijn er een poosje mee bezig geweest. En vervolgens was er een behoorlijk aantal mensen dat Peter naar Den Haag wilde hebben. Maar niet het percentage wat Peter had genoemd. En dat is weer Peter te voeten uit. Je maakt afspraken. En als het 40% is, is 40%. Is het 39%, dan gaat het gewoon niet door. Achteraf gesproken denk ik wel heel erg jammer, want ik denk dat het een hele grote partij was geworden. Voor hemzelf denk ik dat het goed is. Voor Nederland had ik het wel willen zien. Want het was niet zo, er werd altijd gezegd, ja, jullie zijn een one-issue partij. Uitsluitend voor criminaliteit is niet zo. We hadden echt een heel goed partijprogramma en ik mag wel zeggen, heel sociaal partijprogramma. En dat is ook Peter, voor zover ik hem ken, is in elk geval een sociaal voelend mens. Nou, geen spijt van? Nee, nou ja, ik ben natuurlijk soms wel eens benieuwd hoe het gelopen zou zijn als ik het wel gedaan had. En soms dan jeuken mijn handen ook als ik Wilders in de Kamer bepaalde dingen hoor roepen. Dan denk ik wel, oh, had ik daar nu maar bij die interruptiemicrofoon gestaan, want ik vind dat de meeste partijen te zwak weerwoord bieden aan hem. En dus dan denk ik wel eens stond ik daar maar. Maar goed, ik denk ook dat in de positie waarin ik nu verkeer, dat ik sta toch wel bekend als een van de mensen in Nederland, zeker een van de bekende mensen die openlijk en veelvuldig stelling neemt tegen de PVV, dat ik daar ook mijn rol in kan spelen. Geldig. Peter, in het Denkgrote Debat leggen we altijd een paar dilemma's voor. Passen is uit den boze. Wantrouwen of vertrouwen?
Wantrouwen. PSV of Feyenoord? Feyenoord. De dood is mijn brood of mijn brood wordt nog mijn dood? Nou, de dood is mijn brood. Joran of Willem? Willem. Ben jij nou zo slim of zijn anderen nou zo dom? Ik ben niet zo slim. Je bent niet zo slim? Nee. Je ontkent de stelling? Ja. En waarom doe je dat nu? Na alles wat je verteld hebt? Nou, het punt is inderdaad vaak, en misschien is dat wel eens goed om aan de zaal te vertellen, dat mensen mij toedichten door bepaalde successen die ik heb behaald, primeurs, opgeloste zaken, dat ik wel geniaal moet zijn of heel slim. En zelf zie ik dat altijd anders. En denk ik dat dat helemaal niet het gevolg is van slimheid. Nee, het is het gevolg van hard werken. En de reden dat ik succesvol ben geweest is omdat ik me in een vrij vroeg stadium heb aangeleerd, heb aangewend om tegen mezelf te zeggen dat ik altijd bij alles wat ik doe een halve stap, meer is niet nodig, een halve stap meer moet doen dan mijn concurrent. En weet je wat het gevolg daarvan is? Als je altijd een halve stap meer doet dan je concurrent, dat je altijd op kop ligt. Zo simpel is het. En dat is je gelukt. Ja. Dat is het hele verhaal. Mooi. Dank voor je openhartigheid. De laatste vraag die we stellen is: wie wordt de Denk groter student vandaag? Met andere woorden, welke student heeft jou vandaag groter laten denken? Ik denk dat ik heb voor die student een presentje meegebracht. Die student. Ja. Wie is dat? Dat ga ik zo zeggen. Maar ik zal eerst even vertellen dat ik een presentje heb meegebracht voor degene die de beste vraag stelde. Dat is een gesigneerd boek van mij over de Heineken-ontvoering. En degene die dat boek gaat krijgen, dat is Esmee. Esmee, kom naar voren. Kom naar voren. Peter, je mag komen staan als je wilt. Kom even tussen ons in staan. Graag. Zeg even wie je bent of welke opleiding je bent. Hey, ik ben Esmee Seneus en ik doe ook HBO-recht op de juridische hogeschool. Okay. Peter, waarom heb je haar gekozen? Esmee die stelde mij een vraag waarvan ik, dat was een vraag die ik zelf graag zou stellen ook. Die ik, als ik mensen confronteer, als ik mensen moet interviewen, die er blijk van geeft dat je je huiswerk hebt gedaan, dat je je ergens in hebt verdiept en dat je bovendien daar iets in opvalt. Dat je een verschil ziet, een tegenstrijdigheid. En de manier waarop je dat deed vond ik prima en ik begrijp nu dat je rechten studeert, maar als je journalistiek zou studeren, denk ik dat je een goede journalist zou worden. Nou, mooi. Esmee, blijf even staan. Esmee, je hebt een boek gehad, je hebt een hand gehad, eeuwig roem krijg je. En zometeen wordt er een denk groter foto gemaakt. Maar ik dank jullie voor je prachtige vragen, fijn dat jullie er waren. Het laatste mooie applaus is voor onze gast van vandaag, Peter R. de Vries. Dank je. En nu hebben we nog een foto voor jullie.